is aardig veel de prullenbak. Ja, mijn vrijdag, het is vandaag vrijdag, loopt even helemaal anders. Clean sugar. Desinfecterende handzeep ook uitverkocht. Goedemorgen, we starten weer met een nieuwe week. Het is vandaag zondag 23 februari. Het stormt heel erg buiten. Ik ga bellen uitlaten. De takken vliegen van de bomen hier. Deze storm heeft ook weer een naam, geloof ik. Tegenwoordig hebben ze allemaal een naam, hè? Ik had het een beetje op. Zodra ze een naam hebben, blijven ze komen. Ze vinden het gezellig. Ik ga bellen doen en ik zie jullie. Ik neem jullie even mee door die storm. Ja, want het is droog. Ik ga even die lamellen open doen. Ik kan altijd eventjes op de bank staan. En dan doe ik ze zo. En dan is het hallo wereld. Hallo stormwereld. Oepatee. Nou, het ziet er veelbelovend uit. Not. Even de bank af. En bellen uitlaten. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real. But it's not real. We were close to see the sun. But clouds got in our way. And so... Hi, Stels. Eten. Ja, die moet eruit, zo te zien. Is aardig vol die prullenbak. Oh my god. Zo, die is ook weer leeg. Nou, dit moet ook naar de papierbak. Die zak moet in de container. Oh, erg koepwild van de winter. Maar ja, die container die is dus ook al vol. Van 1 week. Die moet tot vrijdag. Het is nu zondag. Iets met kinderen die hier zijn geweest. Kleintjes die hebben gelogeerd. Dan heb je toch meer afval, luiers en dat soort dingen. Die schijnen in de groenbak te kunnen. Ik weet het niet zeker. Maar ja, dus die gaan allemaal eigenlijk gewoon hier in de restafval. Dan heb je gewoon meer afval dan gewoonlijk. Maar we waren al veel sneller klaar met de container. Was die al vol af. Volgens mij na 4 dagen al. Wat een beetje opgeruimd in huis en zo. Niet alleen ik, Michelle ook, Steven ook. Dus ja, als een andere vuilniszak van die kamers komt, dan is hij snel vol. Dus het ligt niet aan de kleintjes. Wat heb je, Riku? Heb je weer rommel gepakt? Zij houdt van dat soort dingen. Nu is ze met z'n tweeën. Haarklipjes, haarelastiekjes, foliebolletjes, aluminiumfoliebolletjes vindt ze leuk. De dingetjes dus van het brood, dat witte, dat pakt ze. Dus ja, probeert de Stels te enthousiasmeren, maar die is een beetje lomp en dik. Die is niet zo van het spelen. Die houdt wel al van naar buiten gaan. Die is af en toe een beetje naar buiten geweest. Dan blijft hij wel in de tuin. Hij durft niet heel ver. Vinden we ook wel fijn, dan weten we ook zeker dat hij weer terugkomt. Dat hij de weg ook terug weet natuurlijk. Maar goed, het begin is er. Riku moet nog gesteriliseerd worden, die mag nog niet. Maar dat zal ook binnenkort gaan gebeuren. Ik vergeet echt helemaal de camera mee te nemen, maar... Oh my god. Mijn vrijdag, het is vandaag vrijdag, loopt even helemaal anders. Ik zou testpersoon zijn en voor iets met ademhalingstechnieken. Maar ik werd wakker en ik voel me zo beroerd. Keelpijn, hoesten. Nee, niet het coronavirus. Gewoon verkoudheid. Maar benauwd en naar. Maar goed, ik ben nu toch op het schoolplein aan het wachten dat Sanne en Tim even uit school halen. Ja, op vrijdag. Dat zou je niet verwachten. Maar ja, er moest iemand bij Agnes langskomen voor rolstoel van Rosa om iets aan te passen. En ja, die geven dan een tijdsbestek op van tussen 8 en 1. Ja, als je kinderen uit school moet halen, is dat niet super handig. Ik heb ook een pakketje net even opgehaald van Sensi. Ja, we hebben hier zo'n UPS bezorgpunt, ophaalpunt of zo. Niet dat ik daarvoor gekozen heb hoor. Nee, ze waren gisteren aan de deur geweest. En op dat moment was ik net even niet thuis. En dan gaat het naar zo'n ophaalpunt. Ja, er zitten superleuke dingetjes in. Als ik thuis ben zal ik het wel even laten zien. Maar hier, dit is de doos. Oh, spiekt wat erin zit. Maar kijk. Oh,
ziet er toch heel schattig uit dan. Ja, ik had al goedemorgen natuurlijk gezegd met mijn mobiel. Heel snugger. Inmiddels ben ik thuis het pakketje uitgepakt van Sensi. En kijk nou mijn mooie nieuwe Marrakesh warmer. Hij is zo ontzettend tof. Kijk hoe je hoort die kleurtjes hier. Vanavond is het helemaal heel gaaf, denk ik. Nou, die staat eventjes aan om dit te laten smelten. Dan kan hij leeg. Dan gaat hij in een tas voor uitlenen. Want ja, dat is een heel ding, dat uitlogeren doen. Ik wil mijn Marrakesh echt niet uitlogeren doen. Die vind ik zelf veel te mooi. Maar ja, goed. Als iemand echt heel graag uitlogeren zou willen en hem ook zou willen hebben, zeg maar, dan misschien wel. Maar ik vind hem veel, ik wil zelf ook gewoon een mooie warme hier hebben staan. Oh, en ik heb ook deze. Home is where the cat is. En die steek je dus zo in stopcontact. Dat zal ik later nog wel eens even een keertje laten zien. En dan kan je hier bovenin, kan je dan de wax doen. Het bakje zit gewoon vast. Dus dan haal je het er ook gewoon uit en dan keep je hem zo leeg. Dus die. En ik heb allemaal nieuwe geurtjes. En dat is de Fairy Tale. Oh ja, de Fantasy Wax Collection is dat. En dan staat hier binnen, staat ook allemaal uitgelegd hoe die geuren heten. Ik zal ze er even uithalen. Ik heb hier de Pixie Sparkle. Sparkling Sugar. Rainbow Berry. Unicorn Kisses en Confetti Party. En ze ruiken eigenlijk allemaal ontzettend lekker. De een wat lekkerder dan de ander. Maar wat een leuke collectie. Hele leuke voorkantjes en zo. Echt super leuk. En ik heb natuurlijk mijn favoriet weer besteld. De Black Raspberry Vanilla. De Go-Go Mango. En een nieuwe. Om even te ruiken weer. Dit is de Aloe Water en Cucumber. Die is lekker fris. Soms heb je ook zin in een lekker fris geurtje. Die zit nu in de Marrakesh te smelten. Kijk hem dan in de avond. Met aloe water en komkommer geur. Ruikt echt zo lekker. Ik heb verder bijna de hele middag geslapen. Voel me echt helemaal niet lekker. En nu ben ik Picard aan het kijken. We hebben eten besteld. Honger heb ik wel. Dus bij de beer hebben we eten besteld. Lekker zalm. En mijn kinderen hebben maar sperrips genomen of zo. Dus dat komt zo. Verder regent het buiten. Het is ook niet echt weer om lekker erop uit te trekken. Picard zat in de wacht, want ik moest de thumb voor de shoplog nog even sturen. Ook niks van gekomen. Gelukkig is het editen van de shoplog een koud kunstje. Want dat is heel snel klaar. Dat scheelt weer. En voor nu Picard kijken en even lekker chillen. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag 29 februari, de schrikkeldag. Het is inmiddels aan het regenen, vanmorgen was het wel mooi weer toen Bella ging uitlaten. Hoe is het nu met mij? Ik heb nog steeds last van mijn keel, een beetje hoesten en ja, gewoon niet een echt heel lekker gevoel of zo. My goodness, er is echt een run op desinfectiemiddel, handzeep en weet ik het wat. Er wordt geroepen, was je handen en iedereen wordt helemaal gek. Hebben jullie al begrepen dat er minder sterfgevallen zijn van het coronavirus dan van de griep? En dat er ook een flinke griepvirus heerst? Ik weet het niet hoor, maar ik maak me echt niet druk om dat coronavirus. Ik maak me meer druk om de griep voor de mensen in mijn omgeving. Voor mezelf ook niet echt. Gewoon gezond eten, vitamintjes slikken, uitrusten als je ziek bent en goed voor jezelf zorgen. En dan ben je er ook zo weer overheen. Ik snap de fus niet. De drukte. Ik ga even een video opnemen. Eindelijk bullet journal video verder afmaken. Ik was er al mee begonnen. Maar toen raakte mijn stem bijna helemaal weg. Dus toen moest ik weer stoppen. Dus nu ga ik hem alsnog opnemen. En ik hoop dat jullie hem al gezien hebben als ik... Nee, dat hebben jullie nog niet gezien. Nee, dat komt vrijdag voor jullie online. Aanstaande vrijdag bullet journal video. Week te laat, maar hij komt. Hij komt eraan. Ja, heel stom. Ik heb van alles in huis gedaan en ik heb jullie niet meegenomen. Ik laat zo nog wel even zien. Ik heb in de badkamer heb ik nu zo'n kleine warmer opgehangen. Die in stopcontact kan doen. De badkamer schoongemaakt. Kostte wel al mijn energie, moet ik zeggen. Hoest me helemaal gek.
Maar die is weer schoon en daar hangt nu zo'n lekker geurtje. Dus dan blijft het ook wel heel erg lekker ruiken. Ja, ik heb een bullet journal video opgenomen. Straks even een beginnetje maken met die te editen. Verder gaat er niet heel veel gebeuren vandaag. Ik denk ik ga even naar Albert Heijn lopen om even wat lekkers voor vanavond te halen en even wat te eten. De broodjes zijn bijna op en zaterdag is brooddag hier. Dus ja, dat moet nog wel. Verder voel ik me echt nog niet zo fit. Nee. Ik ga even aflevering Vikings kijken. Ik ben het eerste seizoen Vikings heb ik volgens mij af. Dat loopt steeds door, hè. Dan weet je op een gegeven moment niet meer welk seizoen je zit. En ik had er vanmorgen twee gekeken en toen eindigde het best wel spannend, één aflevering. En toen dacht ik, dat is echt zo'n seizoenseinde. Dus ik ga zo even kijken waar ik ben. Maar ik denk dat ik bij seizoen 2 ben. Ik zie jullie zo weer. Ik ga naar boven. Ja, Stijls is buiten, toch? Ja. Nou, we hebben bij Albert Heijn hebben we wat dingen ingeslagen. Zoals wat lekkere dingetjes, zoals popcorn, chips, dingen. En wat zochten we bij Albert Heijn? Coronavirus? Nee. Oh. Ik moest... Handdesinfectie. Maar dat was gewoon niet meer te krijgen. Dat was helemaal uitverkocht. Zochten we niet. Nee, zochten we niet. Dat was te grap. We zochten het coronavirus. Gezondheid! Ja, er was iemand die nieste heel hard. En toen was het, ja, gezondheid. Maar goed. Ja, deze keer. Ik voel me nog steeds niet helemaal lekker en ik heb veel hoofdpijn. Dus deze. Zet ja, corona. Nee, ik heb geen corona. Gewoon zet corona. Gewoon verkouden. En als je de video's kijkt, dan krijg je het ook. Nou, eiersalade, broodjes, soep. Is het brood nog begimmeld? Trouwens, soep was ook bijna niet meer te verkrijgen. Dus dat was ook wel heel apart. Ingeblikte dingen. Knoflooksaus, M&M's, noedels. Stokbrood. Deze zijn zo lekker, hè. Gehakt, want we gaan gehaktbrood maken. Salade. Wafels. Die Michelle in mijn karretje gedaan. Brussels ook van Michelle. En deze thee. Die ga ik ook eens proeven. Maar super bizar hoe de winkel eruit zag. Of ik besef het me niet goed of zo. Of ik ben echt... Ik ben totaal niet bang voor het virus. Dus Ik snap het niet zo goed. Ik zal even een foto plaatsen van het schap met de desinfectiecreme. Leeg. Gewoon op. Handzeep staat er nog wel, maar alleen de normale, de desinfecterende handzeep ook uitverkocht. Maakt niet zo heel veel verschillen hoor. Ik kan gewoon je handen wassen. Als het maar met water en zeep is. En dat doe je ook bij een gewoon virus. Ik weet het niet. Ja, het blijft iets bijzonders. Maar goed, ook de ingeblikte dingen die waren bijna niet meer te krijgen. En ik hoest me aardig. Ja, ik hoest. Dus mensen blijven wel een beetje uit je buurt. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Nou ja, heel vervelend voor de mensen die er wel mee te maken hebben en in quarantaine worden gezet. En misschien weten ze ook wel meer dan dat. Of naar buiten wordt gebracht. Nu wordt er weer gezegd dat het minder is dan een griepvirus. En voor een griepvirus heb ik nog nooit met een mondkapje hoeven oplopen. Of extra mijn handen hoeven wassen. Natuurlijk is het verstandig. Maar nooit is dat gezegd. Er wordt geen melding jaarlijks van gemaakt. Welk virus er nu weer is. Wordt niet bijgehouden hoeveel mensen er dood aan zijn gegaan. Nu wel. Gewoon bijzonder hoe hiermee om wordt gegaan, vind ik. Wat vind jij? Laat even weten. En het is alweer avond. Vandaag was het trouwens Rare Disease Day. Dat houdt in dat er aandacht was vandaag voor mensen met een zeldzame ziekte. Soms hebben ze ook geen diagnose of een diagnose. Ja, maar 300 mensen in de hele wereld het hebben bijvoorbeeld. Zo'n kindje is Rosa ook, mijn gastkindje. Die heeft de STXBP1 genafwijking. Dat is een afwijking op het 9e gen. Geloof ik, als ik het goed zeg. Maar goed, het is heel goed dat daar aandacht voor komt. En dat er ook eens onderzoek naar wordt gedaan. Nou volg ik wel heel veel STX-BPE mensen zeg maar, op Instagram. En daar zie ik ook wel dat ze in Amerika bijvoorbeeld al best wel bezig zijn met onderzoek ernaar. Om te kijken van ja, goh, wat kunnen we hiermee? Kunnen we hier iets mee? En hoe kunnen we deze kindjes het best verder helpen ontwikkelen? Er zitten heel veel verschillende gradaties in wat deze kinderen kunnen. En
Ja, heel veel mensen hebben deze diagnose ook nog niet, omdat het nog een vrij nieuwe diagnose is. Ja, nu zijn er dus mensen die met terugwerkende kracht ook nog de diagnose krijgen. Waarvan ze eerst niet wisten wat zo iemand dan had, dan gaan ze nu kijken, oh, dat past meer in het plaatje van STX-BP1 of bij iets anders. Maar goed, Rosa vandaag in het zonnetje. Ik had het op Facebook ook gedeeld, want ik heb toch zoiets van, ja, het blijft toch heel apart dat er dus ziektes zijn en afwijkingen zijn waar gewoon helemaal niks aan te doen is. Waar ze gewoon helemaal niks mee kunnen. En door er aandacht aan te geven, het te verspreiden, komt er steeds meer, wordt het normaler in wordt de ziekte, zeg maar, of de afwijking wordt normaler. En wordt er waarschijnlijk ook meer aandacht aan besteed en meer onderzoek naar gedaan. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, onderzoek naar doen. Ja, dat was vandaag. Ik ben Vikings aan het kijken. Best een heftige serie trouwens. Dat is echt... die moet je niet onder het eten kijken. Is niet voor iedereen geschikt ook. Zeker niet. Ik moest ook even wennen. Maar als je er dan eenmaal in ziet, dan is het ook wel weer een heel goed verhaal. Ja. Goed. Ik zie jullie vast zo nog wel eventjes om de vlog af te sluiten. Misschien heb ik tussendoor nog wel iets te melden. Je weet het niet. Ondertussen blijf ik doorhoesten. En blijf ik verkouden. En dat was het weer. Het is een Vikingavond geworden voor mij. Lekker gechilled. En nu het einde van deze weekvlog gekomen. Morgen ga ik deze week weer editen. En maandagochtend zien jullie hem weer online. Nu dus. Als jullie nu kijken. Ik dank jullie wel weer voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Geef hem dan een blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie in de Facebookgroep voor een reactie. En anders zie ik jullie volgende week weer in een nieuwe vlog, shoplog of een bullet journal video. Doei doei!